jongens, het is maandag nog een half uurtje en dan ga ik. Het is de eerste keer dat ik niet een uur hoef te rijden, maar 3 minuten hoef te rijden. Zenuwen zijn onder controle. Alleen ik wou even zeggen, ik kan zo weinig eten. Ik hoor iedereen over zwangerschap dat ze zoveel eten. Maar nu ook dacht ik, oké, ik eet even een broodje. Ik neem een grapefruit en wat verse jus, want dat vind ik dus heel lekker. Dus ik neem zo'n glaasje verse jus en een grapefruit. Ik zit zo vol. Ik kan niet eens water meer drinken. Het is gewoon echt... Zo vol? Dat is niet normaal hoor. Ik zit echt heel snel vol. Ik kom ook gewoon niet aan, wat ik natuurlijk heerlijk vind. Maar ik zit oprecht gewoon vol. Dus al heb ik eetlust. Dus en je hebt minder eetlust vaak. Maar en als je iets wil eten, dan... Alsof ik gewoon 7 gangen ooit een eetsushi op heb. Dat is echt bizar. Ik hoor niemand daarover eigenlijk. Vandaag is mijn officiële 2e trimester begonnen trouwens. Ik wist niet zeker of het nou precies bij 13 weken was. Maar ik krijg allemaal mailtjes en in die app staat allemaal 2e trimester. Dus... Heel bizar. Vanaf nu moet je dus beter voelen. Maar ja, ik voel me natuurlijk al een tijdje in principe gewoon beter. Dus ja. En je buik gaat groeien. Ik ben benieuwd en ik ben heel benieuwd naar straks. Ik hoop gewoon zo dat alles goed is. En dat deze week lekker iedereen het weet. En daar heb ik wel echt behoefte aan, merk ik. En ik zou het zo erg vinden als het kindje ongezond is. En ik dus ook bijvoorbeeld al deze content niet kan gebruiken. Want ik heb echt uren aan materiaal gefilmd. En dit is echt mijn leven de afgelopen 3 maanden. Dus dat lijkt me heel raar en heel heftig. En ik merk dat ik echt heel gehecht ben aan die kleine. En dat ik echt niet afscheid van wil nemen. We zaten gisteren echt zo... Nou, als de baby 4 tenen heeft, dat kan prima toch? Weet je wel, een beetje zo van... Mocht er iets slechts uitkomen van... Oh, nou, maar dan kan je gewoon mee leven toch? Weet je wel zo. Dat je echt gewoon zo graag wil dat het gewoon... Dat de zwangerschap in ieder geval niet hoeft te worden afgebroken. Maar goed... Ik heb eigenlijk een goed gevoel gehad, maar toch ben ik gewoon heel zenuwachtig voor deze. Jullie gaan het zo zien. Ik mag daar niet filmen. Als alles goed is, mag je de laatste 5 minuten nog even wat filmen, voor zover ik weet. Maar je mag niet het echo-moment zelf filmen. Het duurt echt een half uur, dus spannend. Niet plassen voor de blaas. Ik ging net appjes terugzoeken. Zag ik dat bij Lotte dat het niet lukte bij de 13 weken echo. Dat ze helemaal moest springen en dat ze er helemaal de buik gingen draaien. En uiteindelijk dat ze inwendige echo kreeg. Dus ik ben benieuwd. Tot nu toe was alles steeds goed zichtbaar. Spannend. Nou, hier is een mooi armpje. Ik zie je achter het plekje. En hier het andere armpje. Dat die vingertjes ook zitten. Hier is dan het duimpje, daar zit de rest. Daar gaan we zo nog iets beter naar kijken. Nou, een heel mooi profiel, echt heel mooi in beeld. Ja, wauw. Ja. Mooi in de nekplooi, beetje ligt lekker te bewegen. Halslijn mooi. Echt helemaal netjes. En dan kijk ik even of ik hier een voetje nog kan laten zien. Nee. Dat is gewoon meer voor de leuk. Kijk hier. Helemaal in het hoekje. Je moet het een beetje kijken. Maar dit is een grote teen. En daar zit de rest. Het is allemaal minder dan 1 centimeter. Dus vandaar, je moet het echt opblazen. En dan kan je het wel zien. Maar het zit wel gewoon mooi hier een voetje. Het andere voetje heb ik ook gezien. Je zit helemaal hier. Dus dat gaan we niet zo clear maken. Het zit niet mooi in beeld kunnen krijgen. Dit is heel mooi. Baby heeft er zin in. Het is echt grappig hoe je meer emotie krijgt. De eerste keer lag ik hier echt helemaal zonder gevoel nog. Ja, het wordt allemaal wat tastbaar. Ja. Als je straks de baby voelt bewegen of je buik groeit, dan ga je vaak ook meer een... Zie je ook echt slikken. Het hartje? Ja, dat slikken weer. Ja. Oh. Het is altijd wel fijn als je dat ook ziet. Ze drinken echt het vruchtwater, plassen dat weer uit. Nou, heel mooi armpje hier. Zie je die duim en de vingertjes? Is dan dus het rechterarmpje. Dat moest ik even 3 dubbel checken. Hé, je ziet het echt goed nu. Wow. Oh, mooi. En zo. Hier is links. Komt dit ook allemaal in je dossier? Die op de zijkant staan wel, ja. Als je dat hebt, de Orpheus app, dan niet meteen, moet even op een knopje drukken. Ja. En want ik achterloop, heb ik toch de dossier daar niet in. Dus dat komt wel over een uurtje, heb je dat zeker. Ja, sorry, we zijn zo goed. Ik had echt jongens, wat een opluchting. Echt
Het liep meer dan 20 minuten uit, want voor ons was een baby die zich niet wilde laten zien. En die zenuwen werden echt de hel. En ik ging water drinken. Ik dacht, blijf drinken. Uiteindelijk lag ik daar. Het deed zoveel pijn op mijn blaas. Uiteindelijk, toen we klaar waren, zei ze, ga maar even snel plassen. Ik had echt veel te veel water. Ze zegt, volgende keer met 20 weken, als je thuis plast en dan nog een glas water neemt, is het echt voldoende. Dus ik had iets te veel water. Maar het was heel mooi te zien. Ze kan het geslacht al zien, maar mag ze echt niet zeggen. Ze heeft wel gezegd, op deze kun je het zien. Dus als ik nu de nup ga vragen aan iemand, met deze echo zou dat kunnen. Heel zei al, is dit dan een piemel? Maar zondag weten we dus al ook het geslacht. Maar dat hoeft dan dus niet eens. Je kan letterlijk nu de nup-theorie doen en dan weet je het al. Nee, dat kan geen piemel zijn. Dat is super groot. Maar wel lief dat ze zei, hier kan je het zien. Heel mooi babytje, trouwens. Echt zoveel mooier al dan op de vorige als je dit ziet. Zo lief. Ik was zo blij. Bij elk ding wat ze zei, voelde ik meer opluchting van... Ah, weet je wel, van... Ah, dit is goed. En volgens mij was het echt een vet goede vrouw. Ze zei ook... Oh, dit hebben we mazzel dat we dit kunnen zien. Oh, dit is een cadeautje. Oh, dit kunnen we ook zien. Echt. Dus alles was goed, maar ze zag al best wel veel dingen. En ze vertelde al bij de 20 weken echt al... heb je nog meer kans dat er iets wordt gezien wat niet goed is dan nu. Alleen die dingen zijn minder erg. Dus... dat zijn dan kleine dingetjes die soms helemaal niet erg zijn en waar heel goed mee te leven valt. Dus nu heb ik wel echt het gevoel dat we het nu gewoon kunnen vieren. En ik hou echt van dit babytje. En het ziet er echt zo mooi uit. Ik ben heel blij en ik ga ook nog even huilen, denk ik, van geluk. En ik ben zo benieuwd naar die nup. Zondag weten we het. Ik moet gewoon even geduld hebben. Maar ik vind het, heel veel mensen boeit het niet, maar ik ben zo benieuwd wat het jongetje of meisje, wat het erover is van, ja... een kind kan later ook besluiten dat het iets anders wil zijn of niet op de juiste manier geboren is. Maar toch is het leuk om nu wel een beetje te weten hoe het kindje geboren wordt qua geslachtsorgaan. Ik ben heel blij. Ja, dat ik echt moet even laten bezinken en even helemaal ontlading. Want ik vond het ongelooflijk spannend en ik voel altijd al het zit goed. Maar toch durf je er niet op te vertrouwen. En ik heb nu het gevoel dat het helemaal goed komt allemaal. En wat een verschil als je dan ziet die echo van vorige keer. Die inmiddels echt 1000 keer verfrommeld is wel. Maar hoeveel beter je het al ziet. Hier was het trouwens ook wel echt een heel schattig klein babytje. Maar wat een verschil in 2,5 week. Echt. Ja, heel leuk. Ik ben helemaal blij. Hartslag was nu 162. 163 in plaats van 170. En hoofdje was, alle maten waren goed, groeit goed, niet te groot, niet te klein. I'm a very happy mommy en ik merk dat ik gewoon steeds meer emoties erbij krijg. Ik hou echt van onze baby. Heel blij. En nu kan het dus ook wel lijn trouwens. Gewoon, ah! Hi. Bij gebrek aan spiegel lijkt op menstruatie, bedoelt joh. Ja, maar dat gaat even niet meer gebeuren. Nee, heerlijk. Zo, dacht ik vannacht nog. Heel lekker is dat. Je hebt nog 6 minuten. Ja. En dan moeten we er zijn. Nee, dat kan je gewoon wel. Oh. Dat is nog heel lang. Jongens, het is zover. Loes denkt wel een jongen, toch? Ik dacht het wel. Maar dat is alleen maar gedachten. Nou ja, we dachten allemaal een jongen. Tot maandag. Geen probleem. Wel heel benieuwd. Ik vind alles goed. En er was een verrassing van mijn vader, is ook gekomen. Ja. Wat denk jij eigenlijk? Geen idee. Wel is prima. Ja, dat is wat anders. Nee, maar ik heb geen idee. Echt niet. Ik denk dat jij je vergist. Ik? Ja. Oh, ik dacht jongen, dus dan is het meisje. En ik ga pas bevestigen als ik het natuurlijk goed heb gezien aan meerdere kanten. En als je zelf wat ziet, hartstikke leuk, vertel het ook maar gelijk. Maar ik ga het pas bevestigen met de lampen. Oké. Als je al denkt, ik zie iets, vertel het, dat is hartstikke leuk. Wat voor lampen dan? Ja, dat ziet je straks wel. Dat is een roze Robin. Ja, geweldig toch. Ja, ik heb inmiddels heel veel research gedaan op hoe je het kan zien, dus ben benieuwd. Ja, jij wel, hè? Nou, dan ben ik benieuwd of je het zelf goed kan zien. Nou ja, ze zijn maandag op deze, zie je exact het geslacht. Dus dan ben ik gaan kijken, dus we hebben een vermoeden, maar misschien is het helemaal niet waar. Even kijken hoe het kleintje ligt. Oh ja, kleintje ligt lekker. Heb je vorige keer inwendig ergens gehad? Nee, nooit. Okay. Kijk, daar ligt het kleintje hartstikke mooi. Mooi hartje kloppen. Kijk, nu zie ik dus ineens een piemel. Nee, piemel? Dat is geen piemel.
Dat geloof ik niet. Dit. Ja. Wat doe je dit? Ja. Ja. Tot een been. Ik weet het echt niet. Wij dachten allemaal aan jongen tot maandag. En toen dachten we, nou, dat is echt een meisje. Wat hopen jullie stiekem? Hebben jullie een voorkeur? 1% voorkeur op meisje. Kijk eens hoe mooi. Gaan we zitten kijken wat hij of zij dan is, hè? Dan verlos ik je uit. Nu al? Natuurlijk. Ja, ja, wil je nog wat. Wil je nog niet weten? Zullen we nog even verder kijken eerst? Wat wil je? Ben je er al klaar voor of nog niet? Gooi je lampen maar aan. Echt? Ja, ik kan het al zien. Ja? Ja, tuurlijk. Wacht, ik wil nog één keer kijken als jij zegt dat je het ziet of ik het ook kan zien. Ja, tuurlijk. Zoveel via deze kant kan ik het zien, weet ik. Ja, sorry, maar volgens mij zie ik nu wel een piemel. Ik heb echt geen één keer. Je wil dat het omhoog gaat. Omhoog is een jongen. Dat is. Nou. Als het toch een jongen is, ben ik echt zo verbaasd. Ja, ik denk ook dat het een jongetje is. Ik wilde altijd. Vroeger wilde ik eerst een jongen. Volgens mij is het een jongetje, Charlotte. Ik denk nu. Ik zie dat meisjesdeel niet meer. Wacht even tot we die pottyshot krijgen. Dus we hebben de nup gezien. Nu gaan we naar de pottyshot. Dat is benenwijd shot ofzo. Ja, dan zien we echt via de onderkant. Dus dan kijk je eigenlijk via de onderkant naar het geslacht. En dan zie je twee beentjes uitsteken. En daartussen zie je het geslacht. Maar we zitten nu nog niet in het midden. Dus we moeten even wachten tot we goed in het midden zitten. Als het toch een jongen is. En echt 30 mensen bij die foto. Meisje, meisje, meisje. En zal ik het jullie vertellen? Ja. Zijn jullie er klaar voor? Mm-hmm. Ja? Gefeliciteerd. Oh, yes, een meisje! Toch een meisje! Ja, zeker! Ja, ik ben wel blij. Ja, dat snap ik. Lichtvoorkeur. Ook geweldig, toch? Ja, dat is goed. Ja, duidelijk, dat kan niet hoor. Ik ben gewoon heel erg een meisjesmeisje, dus ik had gewoon een mini voorkeur. Ja, dat snap ik. Geweldig. En jij ook. Het is niet mini hoor. Je had gewoon een enorme varken. Ja, ik vind gewoon, jongens, zaten net met dat uitsteeksel, hè? Ja. Ja, nee, er was een enorme rechte uitsteeksel. Maar op het moment dat ik schuin daarvoor, want ik zit er nu een beetje schuin boven, dan lijkt het alsof het omhoog staat. Is totaal niet zo. Daarom dacht ik. Maar dit is wel het beeld waar de meeste fouten door gemaakt worden. Dus daarom zei ze maandag ook tegen me van, ik mag niks zeggen, maar weet, op deze zie je het. En daar zag je echt twee van die streepjes helemaal recht naar voren. Dan heb ik nog zo'n nup tegen. Ja, zo'n hele mooie rechte nup. Ik heb het nog gekocht op Etsy shop. Nee joh! Ik heb ook de Ramsey nog gekocht. Toen zei iemand ook een meisje. Ja. Eigenlijk alles duidde op een meisje. Ja, maar ik wist zo zeker dat het een jongen zou zijn eerst. Oh, mijn vriendinnen gaan het zo leuk vinden. Ze hebben allemaal meisjes. Oh, wat ideaal, wat leuk. En in de familie ook. Hoe oud zijn die meisjes allemaal bij elkaar? Ja, nog geen één allemaal. Oh, dat is top. Ja, geweldig. Oh, dan is die leeftijd dadelijk echt wel... Ja, heel leuk. Oh. Heel leuk, een kleine meid, heel leuk. Nou, ik vind het wel leuk. Knap, hè? Ja, toppie. Ja, maar wat een beauty. Dat ligt ze mooi. Lekker te chillen. Ja, ze is heel luid. Een mooie volle maag. Een mooi hartje kloppen. Lijkt of ze een beetje de hik heeft, zie je dat? Oh ja. Hoppa. Zo! Wow! Voel je dat ook, Sjoen? Nee, nog niet. Oké. Tot nu toe is ze heel... Ze had die vrouw had wel ook gezegd dat ze inderdaad wel een beetje lui lijkt, want ze beweegt bijna niet. Nee. Maar dat verbaast me niks. Jou, ja, dat kan wel. Ja, ze beweegt wel, maar ik zag het net ook wel mooi bewegen. Ja. Weet je waar je placenta ligt? Voor, toch? Ja, ik zie hem inderdaad een groot gedeelte voor liggen. Als je heel goed kijkt, ga ik even met je uitzoomen. Dan zie je dus hier je buikwand. En dit is de baarmoederwand hier. En dit is de placenta. En de placenta is hier, zie je hem bijna niet meer. Oh ja. Dus hier zie je echt een grijze wolk. Oh ja. En hier zie je een handje. Maar hier zit die placenta niet. Dus als ik hier duw, schiet ik met elkaar vinger. Dan duw ik op de plek waar je eigenlijk de baby als eerste gaat voelen. Oh, wat grappig. Dat is dus hier rechts onderin. Dus daar focus je in het begin daar gewoon even op. Alleen, dan moet de baby daar wel trappen. En zoals je weet, de baby kan alle kanten liggen. Nu ligt het met die benen, ligt het een beetje juist aan jouw linkerkant. Dus dat is net de kant waar je het wat minder makkelijk kan gaan voelen. Oh, en nu zie ik wel het meisje. Ja, het is echt een overduidelijke meisjesnip. Nou, zijn dochter gaat blij zijn. Ja. Ik wilde heel graag een meisje. Leuk. Ja. Eigenlijk bij de 20 weken echo, dan zie je echt het hamburgertje zoals ze precies. Ja. Ja, dat is wel echt een chill baby dit. Ja. Ja. Maar ja, soms zeggen ze druk in de buik, rustig uit de buik. Gaan we lekker met rust laten. Ja, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Ja. Ik ga even wat printen nog voor jullie. Oh mijn god, ik had dit gewoon niet durven hopen. Wat is dat nou? Heb je een roze expres gekocht? Tuurlijk heb ik een roze. Heb je ook een blauwe in je tas?
kijken. Ze heeft ook een blauwe. Maar blauw is het niet. Dus als jij iemand krijgt met een jongetje. Ah. Oh, dat is leuk. Dank je wel. Schattig. Ja, toch? Ik had het net moeten geven. Ja, ik zag net al. Ah. Ah, ja. Nou, wat leuk. Ja. Ik kan er toch maar eentje geven, toch? Iedereen gaat zo blij zijn. Zo blij. Wat denk je? Ja, ik hoor het jou al zeggen. Niet! Dat was het. Ja. Ja. Zo blij allemaal. We zijn zo blij. Wil je? Ja, en heel leuk. Moet jij een zoen dan? Ja. Dat was wel heel leuk om wat te horen. Ja. Goed. Ja. We dachten heel even dat we een piemel zagen.